Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Vandaag gaan we het uh, hebben over kaarten, cartografie. Maar voordat we beginnen, wat uh, zien jullie uh, op deze, uh, deze afbeelding? Er gaat nu een balk lopen en als die vol is, dan uh, zal ik het antwoord vertellen. Waar op de aarde denken jullie uh, dat dit is? Ja, dit is een hele oude kaart. Maar jullie kunnen hier wel uh, Italië misschien in herkennen, de bekende laarsvorm. En uh, dit is dus eigenlijk uh, de Middellandse Zee. Nederland ligt hier zo. En uh, ja, Turkije hier, uh, ja, je ziet het, het is uh, niet, zo, uh, niet zo juist. Maar bijvoorbeeld de kaartenmaker die, die woonde op Sicilië. En dat kan je wel terugzien, want dat is duidelijk uh, groter. En deze kaarten werden vroeger gemaakt door alle verhalen van avonturiers en, en schepen. Ja, mensen die op schepen de wereld overgingen en die dan terugkwamen in Sicilië en hun verhalen vertelden. Nou ja, waarom is het van belang dat jullie een kaart kunnen maken? Nou, kaarten waren vroeger heel erg belangrijk voor de scheepvaart. Ja, mensen gingen heel de wereld over om, om goederen te verzamelen en dan moet je duidelijk weten waar je naartoe gaat. Maar vandaag de dag is het natuurlijk ook heel erg belangrijk om te navigeren met Google Maps bijvoorbeeld. En je goed te weten waar ben je, waar moet ik naartoe. En in het nieuws is het ook van belang als je bijvoorbeeld de coronacrisis in kaart wil brengen. Dan zijn kaarten de uitgelezen manier om dat te doen. Maar ja, een goede kaart maak je niet zo makkelijk. Daar heb je verschillende elementen voor nodig. En die ga ik nu stapsgewijs langs. En die kan je dan ook gebruiken in de opdracht die bij les 5 hoort. Nou, hier heb ik weer een, een vraag voor jullie. Wat zien we hier? Hij is al eens een keer voorbij gekomen in de Instagram stories. Volg ons zeker. Ja, het is een, uh, het is een beetje een, uh, een intrappertje. Want het is uh, Nederland. Alleen Nederland, maar dan gekanteld. En zo zie je maar dat het heel belangrijk is om altijd een noordpijl op een kaart neer te zetten. Als ik namelijk hier een noordpijl had gezet, dan hadden jullie het misschien wel gezien. Omdat je, ja, je toch altijd eigenlijk een kaart richt naar het noorden. Dus een noordpijl is belangrijk voor de oriëntatie op een kaart. Dus zet die daar altijd op. Dan heb ik hier weer een, een mooie kaart. Wat zien we hier? Verschillende kleuren en ze betekenen iets, maar wat? Ja, je ziet geel, uh, dat zijn uh, veel rijke landen, Noord-Amerika, Europa. Je ziet het, uh, wat meer kleurverschil in, in armere landen. Nou, dit is de ondervoeding in de wereld. En eigenlijk was het best uh, lastig om dat uh, te zien zonder een legenda. En een legenda die verklaart dus deze kleuren. Dus dat is uh, altijd erg belangrijk uh, om mee te nemen. En ja, dat verklaart dus een kaart. En uh, naast kleuren kan je ook symbolen hebben. De kadasterkaart hebben we in Nederland. Dat is een kaart die heel Nederland beschrijft. En dit is daar een legenda van voor het bodemgebruik. Maar je kan je voorstellen, als je heel Nederland wil beschrijven in een legenda, moet die veel groter zijn. En dit is dus de hele legenda voor die uh, kadasterkaart. Ontzettend groot dus. En dan heb ik hier uh, weer een vraag voor jullie. Wat zien we hier? Drie kaarten, maar wat is het verschil hier tussen? Ja, het zijn eigenlijk drie kaarten van Wageningen, maar dan steeds iets verder uitgezoomd. En uh, hier spelen we dus met verschillende schalen. En het is dus altijd van belang dat je een schaalbalk, zoals hier linksboven staat, erin zet. Want dan weet je precies van, nou, hoe, hoe groot is nou deze kaart en wat is die verkleining van, uh, ten opzichte van de realiteit? En 1 centimeter uh, kan dus, je kan het zo neerzetten dat bijvoorbeeld 1 centimeter geeft 250 meter aan. Of 1 centimeter staat gelijk aan 25.000 centimeter. Of uh, je maakt een schaalbalk. Dus dat is altijd een, uh, ja, een, uh, belangrijk om op een kaart te zetten. Dus dat is het derde element. En dan uh, heb ik een, een laatste vraag. Ik heb hier die, uh, die drie kaarten van vandaag staan. En wat mist er nou bij al deze drie, uh, drie de kaarten? Ja, dat is een, een goede titel. En auteur. Je moet natuurlijk altijd duidelijk hebben wie zo'n kaart heeft gemaakt. Zeker ook als je hem wil gaan verspreiden. Mensen moeten weten van, oh, die heeft die kaart gemaakt. En een uh, titel is, uh, is ook heel belangrijk. Dat mensen in één ogenopslag zien, oh, daar gaat de kaart over. Dus dat is uh, van groot belang. Wat je bij uh, de les hoort, uh, is, is om deze, dit satellietbeeld na te tekenen in kaartvorm. Ik heb hier ook de hoogtekaart bij gezet van dit gebied. En dat kan jullie, uh, kan jullie ook verder helpen. De groene delen liggen hoger. Dat kan je hier ook zien in de legenda. Dus dan zie je bijvoorbeeld uh, uh, hier wat groene, groene uh, plekken. En deze, dat, is, uh, dat zijn deze huizen, bijvoorbeeld. Uh, dus ja, aan, uh, aan jullie de taak om hier ook een, een goede bijpassende legenda bij te maken. En ook alle kaartelementen die ik eerder heb genoemd. Dus een, een kaart van, uh, van deze afbeelding te maken. En uh, het, de grijze delen hier, uh, dat, uh, dat is water. Dus uh, vergeet dat ook niet. Dat is uh, ook van groot belang uh, in, het, uh, in het zeekleilandschap. Nou, dan heb ik hier een, een samenvatting. Nou, wat heeft dus een goede kaart nodig? Een Noordpeil, zodat je, zodat je weet van, nou, hoe is de kaart gericht? Een, een duidelijke schaal, dus een schaalbalk, dat je weet wat de verkleining is van een kaart, een legenda, dat je goed alle kleuren kan bepalen en, en kan verklaren, en uh, vergeet ook niet uh, een titel en auteur uh, erbij te zetten, zodat duidelijk is uh, waar de kaart over gaat. Nou, veel succes met de opdracht en ik kijk uit naar de kaarten.